chaos op de Nederlandse wegen vanmorgen door slecht weer en ongelukken. Op het hoogtepunt, of misschien beter gezegd dieptepunt, stond er bijna 400 kilometer file. Op de A2 bij Eindhoven reed vanmorgen vroeg een vrachtwagen tegen een paal. En de beknelde chauffeur moest uit zijn truck bevrijd worden. De A2 en ook de verbindingsweg A57 waren urenlang dicht. Op de A27 bij Almere knalde vannacht al een truck door de middenberm. Een automobilist die vervolgens weer op die vrachtwagen inreed, raakte daarbij gewond. De weg werd pas 7 uur later, dus vanmorgen, weer vrijgegeven. De meeste van de tientallen files losten pas rond 10 uur vanmorgen echt op. Vanavond wordt ook weer een zware avondspits verwacht.